De gemeente Overbetuwe is op zoek naar een nieuwe burgemeester en vraagt burgers om hun wensen. Dit nam afgelopen donderdag de vorm aan van een inloopavond en in de komende weken kunnen inwoners online een enquête invullen. De resultaten van de avond en de vragenlijsten worden verwerkt in een zogenaamde profielschets waar kandidaten aan worden gespiegeld. Albert Elbers, voorzitter van de commissie die de profielschets op gaat maken, gaf bij Studio De Streek aan hoe de gemeente de publieke opinie peilt. Hoe moet ik dat dan voor me zien, zo'n inloopavond? Dat hebben we afgelopen donderdag inderdaad gedaan op het gemeentehuis in Elst. Raadsleden zijn niet alleen in het gemeentehuis gebleven. Sommigen gingen ook de straat op om mensen gewoon weg te vragen van... wat vindt u nu belangrijk bij die burgemeester? Dus de mensen vinden het leuk om mee te werken. En we hopen dat de enquête, die staat nog open tot 20 oktober. Er is een online enquête ook die inloopavond. Precies, dus het kost heel weinig tijd om in te vullen. Je bent binnen 5 minuutjes klaar. Maar je geeft wel een signaal mee aan de raad om goed aandacht aan te geven bij het vinden van die nieuwe burgemeester. De beste burgemeester voor Overbetuwe. Tijdens de inloopavond werd er al wat duidelijk over de gewenste eigenschappen van de nieuwe burgemeester, volgens Elbers. Nou, dat veel mensen het belangrijk vinden dat inderdaad de burgemeester een verbinder is. Dat hij zichtbaar is in de samenleving. Dat is in ieder geval een beeld dat donderdag wel in de gesprekken die ik heb gehad naar voren kwam. Het proces stopt niet bij de enquête, maar gaat door tot en met het plaatsen van de advertentie voor het ambt. Daarna zullen de commissaris van de Koning en de gemeenteraad een nieuwe burgemeester uitzoeken. 6 november dan wordt, en ze noemen dat met een moeilijk woord, profielschets. Dan wordt dus echt aangegeven van, dit zijn de dingen die we in die nieuwe burgemeester belangrijk vinden om terug te zien. Kort daarna wordt er een advertentie opengesteld en kunnen mensen gaan reageren. En dan gaan er uiteindelijk gesprekken plaatsvinden met mensen. En hopen we in het voorjaar een nieuwe burgemeester te kunnen hebben. In november wordt bekend wat de profielschets van de nieuwe burgemeester gaat eisen. En volgend jaar april, wanneer Toon van Asseldonk opstapt, kan Overbetuwe haar nieuwe gemeentehoofd verwelkomen.